De Karel de Grote Hogeschool is de grootste hogeschool in Antwerpen. 1000 medewerkers, meer dan 11.000 studenten. We zijn een professionele bachelor hogeschool met ook een afdeling master in de beeldende kunsten. Momenteel verzorgen we het onderwijs op 13 campussen verspreid over Antwerpen en Hoboken. We zijn een zeer snel groeiende hogeschool. Sinds 2006 gestegen met 60% in studentenaantallen. Dit betekent dat er ook wel wat uitdagingen liggen op het vlak van infrastructuur. En dat is de reden waarom we beslist hebben in het zuiden van Antwerpen een nieuwe campus te bouwen. Maar er waren ook korte termijn uitdagingen rond infrastructuur. En dat is de reden waarom we in januari 2011 beslist hebben om met de hogeschooldiensten naar deze site te verhuizen, om op die manier ruimte te maken voor het onderwijs. Het project moest gerealiseerd worden voor juli 2011 binnen een krappe timing. De grootste uitdaging daar was om de overstap te maken van een klassiek kantoorconcept. Alle medewerkers hadden hun eigen kantoorruimte naar een open space. Voor ons was het meteen een uitdaging om een eerste stap te zetten in de richting van het nieuwe werken. We waren op zoek naar een partner die ons kon begeleiden in de overstap van het klassieke kantoorconcept naar het open space flexwerken. En we vonden deze partner in MCS. Omwille van hun doorgedreven expertise op dit terrein, hun vermogen om heel scherp te luisteren naar onze vragen, omwille van hun filosofie om niet alleen aandacht te besteden aan de technische kant van het dossier, maar ook de menselijke kant van de verandering in kaart mee te brengen. En omwille van hun mogelijkheid om in time en in budget, binnen een krappe tijdspanning, dan toch de juiste stappen te zetten in dit dossier. Na een oriënterend intakegesprek hebben we dan een vierkante meteranalyse gedaan, als ook de bezetting van de verschillende functies. En hebben we ook de correlatie gelegd tussen de verschillende diensten, welke diensten veelvuldig bij elkaar samenwerken en welke niet. Naar concretisering van uitvoeringsplannen hebben we dat dan in samenspraak gedaan met MCS, om dan eigenlijk de opvolging en de uitvoering door onze eigen diensten te laten nemen. Het grootste resultaatgebied voor Karel de Grote Hogeschool was dat we hier een proeftuin kunnen realiseren hebben rond het nieuwe werken. Zodanig dat we een aantal best practices hebben kunnen realiseren voor de hogeschool. En dat we ook als basis kunnen gebruiken voor het grote nieuwbouwproject dat we hier trachten te realiseren.